Bij veel bedrijven ontbreekt het aan kennis om circulair materiaalgebruik actief in te zetten. Electraat Nieuwe Materialen en hun Toepassing slaat een brug tussen onderzoek en het gebruik in de markt. Ze ontwerpt nieuwe materialen voor de energie- en materiaaltransitie. Ik ga als eerst kijken bij Lucas van der Akker. Hij richt zich op slimme materialen en dan vooral composieten. Dag Lucas, we staan hier in het Advanced Materials Lab. Wat gebeurt hier allemaal? Nou, dit is dus een plek bij Avans in het bos. Ja. En het is speciaal ingericht om onderzoek te doen, praktijkgericht onderzoek naar nieuwe materialen. Ja. En dan met name kijken hoe we dat materiaalgebruik kunnen optimaliseren. En wat specifiek voor deze plek is, dat we van die categorie nieuwe materialen vooral kijken naar de composietmaterialen. Dus starten helemaal vanaf het begin bij nul. En ontwerpen, maken en daadwerkelijk ook testen. We zijn voor de robotarm die we uiteindelijk gaan maken, zijn we eerst het materiaal, de eigenschappen aan het bepalen. En dat doen we aan de hand van proefstaafjes. Mm-hmm. Dus we moeten eerst een composiet maken, 6 laags, wat dus uiteindelijk onze uiteindelijk ontwerp wordt. Je hebt dus die composieten die bouw je op uit verschillende componenten. Dus je hebt een vezel en een matrix. En die vezels zoals deze is dan minder goed te recyclen, maar bijvoorbeeld een biologisch afbreekbare vezel in combinatie met een bepaalde hars, die kan je dan wel weer heel goed recyclen of verwerken. Circulariteit is een belangrijke onderzoekslijn binnen het lectoraat. Jacques van Schijndel vertelt me meer over circulair plastic. Jacques, kun je mij iets vertellen over het onderzoek wat jullie hier uitvoeren voor het lectoraat? Het onderzoek wat hier wordt gedaan is vooral op het gebied van plastic. Ja. En in de jaren 70 hadden wij de fase van plastic is fantastic. Prachtig materiaal, daar hebben we zo een fanclub van oprichten. Maar we hebben nooit goed nagedacht over die afvalfase. Ja. En het is veel slimmer om al na te denken over die afvalfase en te zeggen, als het opgebouwd is uit kleine onderdelen, of meer, noem het ook wel, kun je het ook weer terugbrengen naar de kleine onderdelen, ja, naar de bouwstenen. En dat is eigenlijk wat we hier doen. En de rol van het lectoraat is vooral ook wel voor toepassingen zoeken. Zo zijn we nou ook met een toepassing bezig voor een circulaire tent. Je bent student, toch? Ja, klopt. Ja. Ik ben mijn stagiair inderdaad, ik ben student. En ja, ik ben bezig geweest met kijken of dat we dus zeg maar materiaal zouden kunnen laten maken van PLA. Het idee was dan zeg maar om een weefsel daarvan te laten maken. Dit is dus dat? Ja, dat klopt inderdaad. Dit materiaal is uiteindelijk zeg maar het eindproduct waar we dan naartoe zouden willen. Dat materiaal is in principe gewoon om de test op uit te voeren. Een circulaire tent dus. Ook bij het Sint Joost doen ze onderzoek naar de mogelijkheden van TentCel. Ik spreek Robert Knight over zijn ervaringen. Ik vind het goed dat we binnen Avans met verschillende opleidingen samenwerken. En wij zijn hier, je ziet het ook, misschien een beetje een uitzondering. Ja. Ik denk vooral de manier van kijken naar dezelfde vraagstukken. Hè. Sommige zijn vrij complex. Mm-hmm. En dan is het denk ik goed en misschien wel verfrissend om vanuit de kunstacademie kant of de designrichting te gaan nadenken. Hoe zouden onze studenten dat probleem aanvliegen? Op maandag krijgen mijn studenten 1 vierkante meter vrachtwagencel. Ja. En op vrijdag wil ik graag 20 ontwerpen zien per student of meer. En daar kunnen we wel even naar gaan kijken. Waar kunnen we daar naar kijken? Deze kant in. Ja, en wat gaan we zien dan? We gaan naar Jules van de Heuvel. Ja. Dit vrachtwagencel wordt ook gebruikt als tentenzeil in noodhulpkampen. En we zijn met dat cel eigenlijk gaan kijken hoe we het kunnen gaan verbeteren en hoe we het multi-inzetbaar kunnen maken. Dus bijvoorbeeld voor stoelen of voor kledinghangers of tassen waar kleding in kan. Zoals wij hier werken, werken wij heel snel en werken wij heel veel uit in een korte tijd, waardoor je ook snel op verbeterpuntjes komt. Ja. Dus ik kwam er al snel achter dat dit niet stevig genoeg was omdat het afbrak. En zo ontwikkel je heel snel nieuwe ontwerpen. Ook naar die verbindingen wordt onderzoek gedaan. Alain van Deven vertelt ons meer over de printer. Alain, goed je te zien. Kun je vertellen wat hier allemaal gebeurt? Wij zijn bezig met een 3D-printer te testen, want we hebben er een gebouwd. En die zijn we nu aan het testen om prints op doek te maken eigenlijk. En het is een 3D-printer die speciaal geconfigureerd is om weefsel te printen. Ja. Dus we hebben ons onderzoek gericht op zeildoek. Hoe kun je nou de functionaliteit van zeildoek vergroten? Een zeildoek voor tenten, zeildoek voor vrachtwagens. Maar je hebt ook heel veel verschillende soorten materialen die je erop kunt printen. Van heel flexibel materiaal tot heel stug materiaal. Na een paar maanden hebben we nou een printer die werkt. En dan is dit uiteindelijk het resultaat?
Dit is waar studenten van werktuigbouwkunde nou mee bezig zijn. Die zijn onderzoek aan het doen welke parameters van 3D-printen interessant zijn voor de hechting tussen het filament en het doek. Door vanuit verschillende hoeken te kijken naar nieuwe materialen, komen we samen tot nieuwe inzichten.